Goeiedag en welkom bij mijn presentatie voor het Festival Forensische Zorg. Ik ben Maartje Klerks en ik werk bij Royce Wissel. Vandaag gaan we het hebben over forensische scherpte. Dit is een onderzoek van mijzelf in samenwerking met Henk Nijman, Marije Keulen de Vos, Robert Dille, andere Henk Nijman en Petra Schaftenaar. Waarom doen we dit onderzoek? Over forensische scherpte is al heel veel gezegd en geschreven. En heel veel verschillende dingen. Dat kun je zien in dit voorbeeld. Forensische scherpte wordt gebruikt in krantenartikelen om de forensische zorg toe te lichten, maar ook in beleidsstukken, brieven van het ministerie, vacatureteksten, trainingen en je kunt het zo gek niet verzinnen. Het probleem daarmee is dat niemand eigenlijk nog een definitie heeft gemaakt van forensische scherpte. Of dat duidelijk is wat er precies bij dat construct hoort. Dus, hoeveel definities er zijn, hoeveel uitleg er ook zijn. Waarom heb ik dit onderzoek gedaan? Ik wilde graag een duiding geven aan het begrip forensische scherpte. Waarom? Omdat het gebrek aan een eenduidige definitie problemen oplevert in onderlinge communicatie. Ook kun je forensische scherpte dan niet meten en kun je het ook niet trainen zolang je niet duidelijk hebt wat het precies is. Uiteraard moet je ook, om verder onderzoek te kunnen doen, weten wat forensische scherpte is. Ook kun je door onderzoek te doen en een definitie in te richten, gaan plaatsen waar het begrip forensische scherpte staat in relatie tot andere begrippen in het veld. Eerst begin ik met een stukje korte theorie over forensische scherpte. Deze theorie is aangepast van de forensische leerlijn en deze theorie heb ik geschreven samen met Henk Nijman en Petra Schaftenaar. En wat we daarin hebben onderscheiden is een aantal onderdelen die belangrijk zijn bij forensische scherpte. Ten eerste heb je professionele voorkennis nodig. Wat zijn veel voorkomende psychiatrische stoornissen? Hoe zien die er in het dagelijks leven uit? Wat zijn risicofactoren voor geweld, voor agressie? Welke relatie hebben die risicofactoren tot het type recidive enzovoort? Daarnaast is het ons inziens belangrijk dat je bij forensische scherpte ook kennis hebt van de voorgeschiedenis van de patiënt. Wie is de patiënt die je voor je hebt? Wat is de criminele voorgeschiedenis? Wat is de stoornis die hij of zij heeft? Hoe uit dat zich bij deze specifieke persoon? Hoe ziet zijn netwerk eruit? Hoe ziet zijn dagelijks leven eruit? Ik heb het over zijn. Ik werk bij de Royce Wissel. Wij hebben voornamelijk mannelijke patiënten. Uiteraard hebben we ook vrouwelijke forensische patiënten. Die kom ik alleen niet tegen. Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt van subtiele signalen die specifiek zijn voor, de patiënt. Heel veel instellingen werken met een vroeg signaleringsplan. Dat is hartstikke goed, zeker als het kenmerken bevat die je één op één kunt zien in iemand. Maar hoe beter je de patiënt kunt lezen, hoe beter je je eigen professionele voorkennis kan toepassen op het beeld dat je op dat moment ziet. Daarnaast is het bij forensische scherpte ook belangrijk dat je goed kunt communiceren. Dat gaat over die drie factoren die ik net heb genoemd, maar ook over jouw eigen innerlijke proces. Jij als professional voelt dingen, merkt dingen, ziet dingen. En wat dat met jou doet, dat is ook een proces. En communicatie daarover is weer belangrijk voor forensische scherpte. Dus wat doet het met jou dat je dit hebt gezien en waarom roept dat bepaalde gevoelens op bij jou? Dit kunnen communiceren aan collega's is belangrijk bij forensische scherpte. Daarnaast zijn er allerlei spelende belangen. Dat is uiteraard jouw belang als professional, die van je collega's. Denk ook aan de instelling, de maatschappij, de politiek. Dus het forensische veld is een veld waarin veel belangen in spanning leven met elkaar. Uiteraard doe je forensische scherpte niet alleen, dit doe je samen met je collega's, als team, als instelling. En daarnaast wil ik de aandacht vragen voor het feit dat forensische scherpte soms iets lijkt wat om een specifiek moment vereist is, om een escalatie te voorkomen bijvoorbeeld. Maar forensische scherpte is ook nodig over een lange periode van tijd. Om bijvoorbeeld schommelingen in patiënten te kunnen zien. Om een veranderende dynamiek op een afdeling te kunnen zien.
Forensische scherpte is niet alleen iets van korte moment, is het zeker ook, maar ook iets wat over de tijd een rol speelt. Ik ga het kort even hebben over de relatie van forensische scherpte met andere centrale begrippen uit het veld. Zo hebben we het Risk Need Responsivity model, de RNR werken, betekent eigenlijk dat cliënten met een hoog risico de meeste aandacht krijgen, dat je je krachten richt op de specifieke criminogene behoeften van de patiënt en dat je je opvoedstijl of je therapie aanpast aan de specifieke responsiviteit van de patiënt. Uiteraard, forensische scherpte zit ook op die drie niveaus, want je moet meer forensisch scherp zijn bij diegene met een hoog risico, maar je moet ook jouw manier van communiceren en een mogelijk probleem aanpakken aan bijvoorbeeld de responsiviteit van de patiënt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, maar dat is wel heel erg platgeslagen, dat forensische scherpte RNR werken in de praktijk is. Uiteraard heeft forensische scherpte een relatie met risicotaxatie en risicomanagement, maar er is wel een duidelijk onderscheid. Risicotaxatie is echt gestructureerd middels een instrument dat je in kan schalen op bepaalde afkantniveaus. Terwijl forensische scherpte eigenlijk meer fluïde is, maar ook minder gestructureerd en dus eigenlijk meer van toepassing op de dagelijkse manier van werken. Risicomanagement dat je inzet, formeel ingezet risicomanagement, is wederom formeel en minder fluïde dan forensische scherpte. Dan relatie met herstelgerichte zorg. Dit lijkt tegengesteld aan elkaar, maar dat is het eigenlijk niet. Goed forensisch scherp kunnen werken draagt bij aan een zorg die op herstel is gericht. Reflectie en beraad had ik het nog net al kort over, maar het is belangrijk dat je kunt reflecteren op je eigen gedachten, je eigen beslisboom en daarover kunt communiceren met collega's. Dat is een belangrijk aspect van forensische scherpte. Forensische scherpte draagt uiteraard bij aan een veilig en positief leefklimaat voor zowel patiënten als voor personeel op de afdeling. En kan ook bijdragen aan een goede samenwerkingsrelatie. Forensische scherpte is nauw verweven met relationele veiligheid, maar het is niet hetzelfde. Relationele veiligheid is een manier om veiligheid te bewaken. Je zet jouw relatie en je communicatievaardigheden in om de afdeling of de kliniek of de samenleving veilig te houden. Terwijl forensische scherpte overstijgt dat nog eens. Het maakt er zeker deel van uit, maar het is meer dan dat alleen. Ten slotte is uiteraard de geldende wet en regelgeving ook belangrijk. Je moet daar gewoon kennis van hebben. Ik ga het kort even hebben over mijn allereerste studie. Op dit moment lopen er nog meer onderzoeken, daar zal ik je dadelijk wat over vertellen. Dit stukje gaat echt over mijn eerste onderzoek. Het eerste onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een eerste definitie. Ik zeg met nadruk een eerste definitie, omdat deze definitie nodig was om verder onderzoek te doen. Maar ik tevens verwacht dat het verder onderzoek ook weer een definitie zal bijschaven en specifieker zal maken. Daarnaast was ik benieuwd naar aspecten van forensische scherpte of het construct, hoe ziet dat eruit. Was ik ook erg benieuwd naar de relatie tussen forensische scherpte en training en ervaring. Heel veel mensen hebben daar een mening over, maar ik wilde hem toch formeel onderzoeken. Het onderzoek is breed opgezet. Ik heb dat vorig jaar gedaan. Dat is in november 2019 is dat uitgerold. Daar hebben 916 professionals aan meegedaan en dat heeft 700 bruikbare responsen opgeleverd. Niet iedereen maakt de hele vragenlijst af, maar die 700 mensen, dat zijn mensen die de hele vragenlijst hebben ingevuld en allemaal forensische professionals. Ik ben ook super trots op hoeveel mensen aan die vragenlijst hebben meegedaan. En de opzet was eigenlijk heel simpel. Samen met mensen die op de eerste slide stonden, mijn supervisors, hebben we stellingen bedacht over forensische scherpte. En die waren echt gebaseerd op alles wat er al over geschreven werd,
Wat we hoorden in de dagelijkse praktijk van professionals over verenigingsgescherpte, wat wij zagen in beleidsstukken enzovoort. En daar hebben we 30 stellingen van gemaakt. Allemaal in positieve zin geformuleerd. Dus verenigingsgescherpte is. Dus niet verenigingsgescherpte is niet, maar allemaal verenigingsgescherpte is, puntje, puntje, puntje. Onze professionals werd gevraagd om daarover te scoren op zo'n vastschaal. Dat is een schaal die loopt op een streepje met zo'n schuifregelaar van mee eens tot helemaal mee oneens. Daarnaast hebben we een aantal vragen gesteld over hoe belangrijk is forensische scherpte nou in jouw dagelijks werk? En hoe denken jullie, de professionals, dat forensische scherpte samenhangt met ervaring en samenhangt met training? Nou, er zijn een aantal dingen uitgekomen. Allereerst, de stellingen die hoog scoorden, dus die men heel erg deel vonden van het construct forensische scherpte, dat waren de 15, dat was toevallig precies de helft, die allemaal hoger scoorden dan 70 op een schaal van 0 tot 100, die staan hier. Waarin ik zelf het meest belangrijke aspect van die stelling heb dik gedrukt. Dus zoals je hier kunt zien, de slides worden ook achteraf na deze presentatie nog beschikbaar gemaakt. Of je kunt mij een mail sturen als jullie het niet goed kunnen lezen. In ieder geval staan er een aantal aspecten in. Het gaat onder andere over subtiele signalen van escalatie. Maar het gaat ook over weten wanneer een observatie actie vereist. Want niet iedere observatie vereist een actie. Zoals eerder ook bij de theorie naar boven kwam, communiceren over onderbuikgevoel is heel belangrijk. Daarnaast zie je nog een aantal onderdelen, zoals anticiperen, de patiënt, de stoornis en de criminele voorgeschiedenis. Bewustzijn van je eigen gedrag en welk effect dat op de patiënt kan hebben. En soms ingaan tegen wat de patiënt zelf denkt dat het beste is. Dat lijkt contrair, maar ook heropvoeden en iemand geschikt maken of voor terugkeer in de samenleving is uiteindelijk het beste voor de patiënt. En is daarom niet slecht voor de patiënt. Misschien op dit moment zal hij het er niet mee eens zijn, maar op de lange termijn is dat positief. Verdere stellingen die hoog scoren, dus assertief durven zijn, bewustzijn van wat verborgen opslagruimte zou kunnen zijn, maar ook patiënten weten welke medewerkers meer of minder forensisch scherp zijn. Dit ga ik nog verder onderzoeken, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen, maar ook hoe patiënten elkaar negatief kunnen beïnvloeden. Dus dit waren de best scorende stellingen. Op basis daarvan heb ik een eerste definitie geschreven. Dit is, forensisch scherpte is het bewustzijn van de patiënt, van zijn of haar stoornis en de forensische setting. Het is het kunnen herkennen van zelfs subtiele signalen van mogelijke escalatie, het eigen onderbuikgevoel, de capaciteit om hierover met collega's te communiceren, de bereidheid om te handelen wanneer nodig en de realisatie dat dit in zichzelf ook een effect op de patiënt kan hebben. Zoals gezegd, dit is een voorlopige definitie. Ik heb hier al wat reacties op gehad en het belangrijkste onderdeel dat hier nog uit lijkt te missen, wat waarschijnlijk nog een keer toegevoegd gaat worden, is het stukje samen. Dat staat nog niet in deze definitie. Forensische scherpte is heel belangrijk. De professionals gaven op deze vraag aan dat ze forensische scherpte gemiddeld bijna 9 op een schaal van 10 of 89 op een schaal van 100 van 0 naar heel belangrijk aanmerken in hun dagelijks werk. Dan de relatie met ervaring. Dit is niet zozeer wat ik denk, maar dit is wat de professionals denken. 60% denkt dat forensische scherpte toeneemt met ervaring. Dan 1/5 denkt dat hoeveel forensische scherpte je hebt afhangt van het team of de instelling waar je werkt. En een kleine 10% denk ik dat forensische scherpte eerst toeneemt en later afneemt met ervaring. Persoonlijk denk ik dat ook, omdat als je net nieuw bent, dan is het moeilijk om in te schatten waar de risico's precies zitten. Ken je misschien nog niet de voorgeschiedenis, ken je misschien nog niet de psychopathologie, maar te lang op één plek met dezelfde patiënt werken kan ook, denk ik, niet bevorderlijk zijn voor je forensische scherpte. Dat ga ik nog verder onderzoeken. Dan de relatie met training. Nou, de meesten denken dat forensische scherpte echt wel te trainen is.
Maar een klein deel denkt ook dat sommige mensen het gewoon echt niet hebben. Hoe gaan we nu verder? Nou, ik ga verder onderzoek doen. De volgende onderzoek gaan zich richten op wat de rol van forensische scherpte is bij incidenten. Of we forensische scherpte kunnen meten in individuen en teams. Wat de relatie is tussen forensische scherpte en persoonlijkheidstrekken. Werkstress, burn-out symptomen, bijvoorbeeld ook veerkracht op het werk. Of patiënten forensische scherpte herkennen. Dat is een studie die ik dit jaar nog met patiënten ga doen. Daar heb ik echt super veel zin in. En tenslotte of we forensische scherpte kunnen trainen. Nou, wat kan jij, degene die deze presentatie niet bijwoont, doen voor dit onderzoek? Je kan nu meedoen met dit onderzoek. Ik weet niet of jullie de link kunnen lezen, waarschijnlijk niet. Stuur mij een berichtje, neem contact op na de presentatie en dan krijg je van mij de link voor het onderzoek. Je kan daarbij een bol.com bon winnen voor €50. En of een taart voor je team, want alle teams waar minstens 6 mensen van meedoen, kunnen meedingen naar de taart. Ik ben heel erg geholpen met mensen die willen meedoen. Ik zoek echt nog heel veel deelnemers, dus doe alsjeblieft mee. En tenslotte wil ik jullie heel erg bedanken voor de aandacht. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan neem na de presentatie contact met mij op. Ik ben dadelijk beschikbaar in de chat of voor beeldbellen. Mocht je later na nog vragen hebben, kun je mij altijd bellen of mailen bij de Voice Wissel. Mijn contactinformatie verschijnt in beeld. Of voeg me toe op LinkedIn. Dank jullie wel.